Afgezien van enkele kleuters en opa's en oma's heeft iedereen een smartphone. Maar dat betekent niet dat iedereen ook de juiste telefoon heeft. Daarom gaan wij vandaag kwaliteit van advies in telefoonwinkels onderzoeken. En dat doen we met niemand minder dan mijn trouwe undercover vriend Henk. Pons, hallo. Heb je er zin in? Jazeker. Wat een lach. Je gaat zo 3 keer undercover bij telefoonwinkels. Waar ga je nou precies op letten? Ik ga letten op het advies dat ze daar geven in die winkel. En daarbij zijn 4 dingen belangrijk. Dat is, in de eerste plaats is dat de opslagcapaciteit. Hoeveel kan erop? In de tweede plaats de updates. Hoe vaak wordt zo'n telefoon geüpdate? In de derde plaats een verzekering. Is het nou nuttig of nodig of handig om een verzekering te nemen? En in de vierde plaats de prijs-kwaliteitverhouding. Je hebt in ieder geval een undercover telefoon die genoeg opslag heeft. Ja. Succes. Klopt. Dankjewel. Mag ik even wat vragen? Tuurlijk. Er moet genoeg capaciteit op zitten, maar is het dan 16 gigabyte of 80? Of... Ja, dat hangt van de gebruiker af. Ik zou sowieso vanaf 16 gig aanraden. En wat ik me afvroeg is, hoe zit het met updates? Ja, dat zit daar allemaal op. Maar dan zou ik bij Apple minimaal een toestel nemen wat vanaf 2015 is geproduceerd. Dus alles wat ouder is, dan zou ik niet aan beginnen. Want Apple is weer heel slim om steeds zwaardere updates te versturen, dat je toestel steeds trager wordt. Nou, hoe was het advies? Niet slecht. Eigenlijk zijn al de punten genoemd die wij als Consumentenbond ook belangrijk vinden bij de aankoop. Welke informatie je moet krijgen. Misschien op 1 ding na, de verzekering daarvan had hij wellicht kunnen zeggen van nou, die heb je eigenlijk niet echt nodig. En dat is ook het standpunt van de Consumentenbond. Verzekering, als je het risico kunt dragen, dan zou ik het zeker niet doen, want die is vrij duur. Trouwens, van die updates, dat klopt ook niet helemaal, want in de praktijk krijgen de Android-telefoons vaak maar heel beperkt updates juist. Nou, dan gaan we nu naar winkel 2. Wat is voor je doen, meneer? Nou, ik ben op zoek naar een nieuwe telefoon. En hoeveel heb je dan nodig? Als ik zeg van... 32 gigabyte nu toestellen. En wat raden jullie aan om een verzekering af te sluiten? Of, nou, we altijd aan. Oké, hoe duur is dat? Stel dat ik er een van 300 zoveel, ik noem maar. Dan kan je 8 euro per maand ongeveer. Dat is best veel. Henk, je kijkt heel bedenkelijk. Nou, heel bedenkelijk. Ja, we hadden het over opslagcapaciteit. En kijk, als je een telefoon gaat kopen, je gaat oriënterend informeren, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ze goed weten wat je ermee wil. Dus die vraag is heel belangrijk, van wat gaat hij ermee doen? Telefoneren, bellen, filmen, et cetera, spelletjes. Nou, die vraag kwam niet zo goed aan de orde en dat vind ik dan toch weer een minpunt. Ja, dus jij koopt hier geen telefoon? Ik dacht het niet, nee. Dan gaan we nu naar winkel 3. Ja, wat ik wel doe is foto's maken. Foto's, video's maak dan. Ja. Ben je snel tot 32 gig, zeg maar. Is het dan nuttig of handig om een verzekering af te sluiten? Ja, goed, ik zou even bij je eigen inboedelverzekering kijken. Want maar is het misschien ook gedekt? Je telefoon goed verzekerd. Heb je zo van 200, 300 heb je dan een goede prijs-kwaliteit? Moet je dan echt naar hele duur? Nee, een beetje erg hoger. Een positief punt in dit advies vond ik... Dat de verkoper zei van over een verzekering. Heb je een goede inboedelverzekering die ook buitenshuis dekt, dan heb je helemaal geen telefoonverzekering nodig. En dat is natuurlijk een gouden tip. Ja, want eerlijk ook. Dat betekent dat hij er niet op uit is om mij een te verkopen. Ja, dat is zeker eerlijk. En een minpuntje in deze winkel was eigenlijk dat, wat is nou een goede prijs-kwaliteitverhouding voor een telefoon? Ik kwam die uit op een telefoon van zo'n 600 euro. En dat hoeft natuurlijk niet. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat zo tussen de 200 en de 400 euro, afhankelijk van het gebruik, heb je eigenlijk ook al een hele goede telefoon. Ja, nou zijn we dus bij 3 winkels geweest. Wat is nou in negatieve zin jou opgevallen? Nou, in negatieve zin dat er toch in sommige winkels toch kennelijk ervan uitgaan van, nou ja, we weten wel ongeveer wat je doet. Het is toch belangrijk dat je eerst duidelijk maakt van wat wil je eigenlijk met die telefoon doen. Dus bereid dat dan ook thuis goed voor, hè. Wacht even, die moet ik even nemen, Fons, sorry. Ja, zal ik het doen. Ja. Met Henk. Hey Henk, hier Fons. Ja, ik had het kunnen weten, natuurlijk. We gaan straks onder de kapper. Hoi.